Loser, gooi je vis weg. Gaan, anders ga je naar het toilet. Dag Henrietta, ik zal je nooit vergeten. Ja, ze heeft het gedaan. Mijn vis? Uh-oh. Kun je even je mond houden? Ik kan niet ademen. Ik ben aan het verdrinken. Ho, ik moet actie ondernemen. Alsjeblieft, een duiker heeft dit achtergelaten. Dat is onhygiënisch. Waar is mijn magie? Jongens, doe alsjeblieft je duim omhoog, zodat ik mijn magie terug kan krijgen. Ik sta bij je in het krijt. Nu kan ik kieuwen tevoorschijn toveren. Ik kan onder water ademen. Bedankt. Geen knuffels. Je bent zo aardig. Mijn favoriete kralen. Geef ze terug. Wat heb je gedaan? Het is aan jou. Ik ga je wurgen. Drama queens. Waarom vechten als je de ketting kunt repareren? Zet kralen en een zeester op een vislijn. Klaar. Twee stuks voor elke zus. Hey zeemerminnen, maak het al op. Wow. Nu hebben jullie allebei schattige kettingen. Hoeveel zijn we je schuldig? Dit is een geschenk. Goed, dus wat wil je ervoor terug? De pestkoppen wreken of de wereld overnemen. Geen van beide. Ik wil een zeemermin zijn. Kun jij het waarmaken? Zonder problemen. Dus waar geef ik mijn geld aan uit? Zwijg. Wat dan ook. De makeover is begonnen. Wie is het? Politie! Meisje, je moet zo snel mogelijk verstoppen. Ik voel een mens. Er is hier niemand, agent. Mensen in het onderwaterkoninkrijk zijn illegaal. Stil, niet huilen. De monsters vernietigen onze wereld. We verdoezelen niets. Hé, jij. Alles duidelijk. De politieagent zit zo in de problemen. Nee, alsjeblieft, niet doen. Hij is toch een goede agent? Hij is een slechte agent. Ik geloof het niet. Kom op, laten we doorgaan met de makeover. De eerste stap is glamour. Mijn bril. Ik zie niets. Wacht even. Magie neemt de leiding over. Wauw, zo mooi. Ik weet het. Kopieer deze beweging nu voor de camera. Meen je dit? Jeetje, dat is ziek. Ik ben net een zeemermin. Ja, een mensenmeisje. Niemand beweegt. Nou, waar is ze heen? Stil. Bedankt. Ik weet dat hier een mensenkind in de buurt is. Ik heb een vermoeden. Aha. Hier is een aanwijzing. Ik zal haar lokaliseren. Niet meer verstoppen. Tijd om je toevlucht te nemen tot magie. Tornadokracht. Woeps. Wat heb je met hem gedaan? Het was tenminste leuk. Het volgende is haar. Haar, haar, haar. Heilige Neptunus. Zes, je moet me helpen. Goed, ik bel je terug. Laten we eens kijken wat we hebben. Ik vind het geweldig. Hey, doe de deur open voor de bezorger. Oké. Kom binnen. Wauw. Ben je hier voor mij? Hallo? Zijn klauw. Mijn klauw. Dat is spannend. Wil je stoppen? Hallo, Krabby bezorger. Kijk, hij heeft nog een klauw. Juist. Tot ziens allemaal. Dus wat is dat dan? Een kapper. Oh, zo schattig. Ik kan je niet genoeg bedanken. Geen knuffels. Waarom? Iedereen houdt van knuffels. Zwaar. Woeps, we gaan verder met het gevoel voor stijl van de zeemermin. Dit gaat wat werk vergen. Hier, probeer het eens. Wil je uitstappen? Wat zit er in de tas?
Nog een tas. Lastig. Ik weet wat ik ermee moet doen. Een snufje magie. Oeps, ik heb te hard mijn best gedaan. Wil je veranderen? Alsjeblieft. Het lelijkste ding ooit. Dat is een zielige wanhoopskreet. Hier zat de echte top in de tas. Ik heb het niet gezien. Probeer het. Wow. Zo chic. Wat is dit? Een aardbeving? Ik heb honger. Is er eten? Prima, ik kom eraan. Crepe FC. Er is een dringende bestelling. Iets gezonds voor een kind. Ah, zekel. Daar is het allemaal weg. Ik voel me ziek. Arme meid. Had een Krabby Patty moeten koken. Ik heb het gedekt. Ik weet wat te doen. Geef je boterham af. Ik zal het aan mijn moeder vertellen. Loser. Is er nog ander eten? Hier is de sandwich. Bedankt. Wil je eten? Ik ga eerst. Nee, ik ga eerst. Oh, lekker. Oh nee, menselijk voedsel is vergif voor zeemeerminnen. Woeps, ik weet hoe ik kan helpen. Dokter te hulp. Visolie-injectie. Nee, nee, nee. Alleen dit niet. Doe rustig aan. Bedankt, ik voel me veel beter. Hoe zit het met een staart? Lang en groen. Ze is geen slang. Ze heeft een grote vin nodig. Absoluut niet. Hey, zeemeerminnen. Ik denk dat er iemand aankomt. Hoi, kun je me horen? Hallo? Wat is er gebeurd? Er staat iemand achter de deur. Ik wed dat het de agent is. Hij is jouw probleem. Je kunt gaan zitten. Hier is ons geheime magische boek. En een microfoon. Je moet zingen. Ga zitten. Je vertelt me er alles over. Waar is dit meisje? Ik weet niks. Oké, ik zal je aan het praten krijgen. Wat een schattige pop. Zo mooi. Ja, ze is aardig. Omdat zij jou is. Ben je nu duidelijk? Nee, nee, nee. Trek alsjeblieft mijn hoofd er niet af. Oké, ik heb iets ergers in petto. Ik ben een krab. Jij bent een zeemeermin. Ik zoek je al 10 jaar. Wacht even. Hallo? Ja, baas, ik ben onderweg. Hoe kom ik hier weg? Wat moet ik doen? Weet je, dit is eigenlijk mijn helpende hand. Oké, baas. Oesters krijgen een straf. Dag. High five, partner. Stop. Klaar om te zingen? Herhaal naar mij. Ik ben op de golven van een borrelende stroom. Het leven met een staart zou een droom zijn. Wauw, ik heb een staartrok. De magie kwam tot uiting. Ga nu zitten. Bedek je benen. Nee, wacht even. Zwem uit de weg. Anders steek ik je neer. Waar is het meisje? Oh, baby zeemeermin. Je bent zo schattig. Welkom in de familie. Zeemeerminnen, ik waardeer het enorm. Geen knuffelmens, weet je. Hij komt eraan. Mijn kleine vis. Ik ben het absoluut vergeten. Idee van onderwaterbewoner. Voor zeemeermin. Hoi. We hebben zo'n leuk gesprek gehad. We gaan wraak nemen op die pestkoppen. Laten we een paar konten schoppen. Nee, nee, nee. Niet doen. Een liedje zou een mooie lokvogel zijn. Dat gaat niet lukken. We moeten ze zelf vinden. En ik ga. En zij had zoiets van. Ga je gang. Ik heb het je goed geleerd.
Nee, ik wil niet vechten. Loser. Geloof het of niet, het meisje kan niet vechten. Ik kies voor een andere aanpak. Dat is van mij. Bedankt. Kom met ons mee. Hoe komt dat? Blijkbaar hebben we haar slecht opgevoed. Oh, kijk. Het is de schoonheid die onze plaats in de optocht innam. Geweldig. Past perfect in de tas. Hey, wat is er aan de hand? Sorry, waar ben ik? Wat is hier aan de hand? Maar waarom? Wacht tot je erachter komt. Hier zijn de mooiste meisjes ter wereld. Omdat jij de eerste bent. Maar ik deed het niet expres. Gelukkig zal dat niet lang duren. Neem dat en ook dat. Ik ben er zo klaar mee. Zus, moeten we dit ding aanzetten? Goed dat het je herinnerde. Gadget dat al haar schoonheid wegneemt. Laat het scheuren. Nee, het is een puistje. Oh ja, we zijn nog maar net begonnen. Nee. Zus, het is ons gelukt. Waar lach je om? Wacht maar even. Glimlach. Dat is hysterisch. Kijk naar jezelf. Wat? Oh nee, het is verschrikkelijk. Kijk naar haar. Als een havik. Wanneer zal dit voorbij zijn? Ik weet het. Ik zal het snoer doorknippen. Wat? Dacht je dat je kon ontsnappen? Wauw, dat zijn geweldige nagels. Ik wou dat ik zulke nagels had. Ik weet het toch? Het is verbazingwekkend. Er is een zaagvis. Exit! Oh nee, hij zit op slot. Ik moet de sleutel vinden. Ik denk dat het pigment de truc is. Een inktvis vertelde me ooit. Wat moet ik doen? Breek de deur open. Nog plannen voor vanavond? Ik denk het niet. Zo heb ik mijn nagels laten doen. Alles duidelijk? Ik hoop dat het goed met haar gaat. Maar ik moet gefocust blijven. De volgende stap is haar. Gedachten? We zullen zo meteen een geweldige look voor je vinden. Goed? Nee. Haal het meteen weg. Wat dacht je daarvan? Nu? Niet slecht, maar niet geschikt voor een zeemermin. Oké, hoe zit dat eruit? In hemelsnaam. Oké. De oude ik is terug. De truc, hoe red ik mijn zus? Wat moet ik doen? Online winkelen. Hier is mijn bestelling. Klaar? Ik weet het niet. Laten we er meteen mee beginnen. Ja hoor, 40% van mijn schoonheid is op dit moment verdwenen. Hoe kom ik eruit? Ik kijk. Mijn maag, ik heb zo'n honger. Hetzelfde. Hey, luister eens. Ik heb een baan voor je. Wat is er? Ik heb iets. Wat? Een McDonald's korting. Ontdek het zelf. 90% korting. Oh, ik kan echter niet gaan. Ik bewaak je. Ik kan gaan, weet je. Ik hoef niemand te bewaken. Klinkt als een plan. Schiet op. Ben zo terug. Stop. Oh man, je bent geld vergeten. Duidelijk. Nee, ze is terug. Je lunch. Het is een eeuwigheid geleden. Wat is er met het masker? Ik denk dat ik het begrijp. Wauw, het is prachtig. Geweldig resultaat. Bedankt. Ik vind het ook leuk. Wie is hier? Zus, je bent terug. Niemand. Ik zie alleen maar dingen. Wat als ze nooit meer terugkomt? Hoe durven ze? Ik ben zo boos. Wat? Het zijn Holly's spullen. Ik weet wat te doen. Wijziging. Nee. Nee. Nee.
Perfect! Tijd voor de staart. De makeover is voltooid. Wauw! Josie! Ik voel me niet goed. Huh? Ziet er slecht uit. Hey, ik heb dorst. Iedereen? Dorst? Hetzelfde. Het voelt lekker om wat verfrissende frisdrank te hebben. Dat is vreemd. Arm ding. Drink terwijl je zus niet kan zien. Wat? Jij sukkel. Huh? Mijn staart, ik val. Auw. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Wat doet deze krul? Ga terug waar je thuis hoort. Zoet, niet weer. Dit zal je helpen. Het proberen waard, weet je. Wauw, ik vind het geweldig. Wauw. Wat gebeurt er? Goh, dat is een leuke haarspeld. Ware magie. Ja, ik ben nu een zeemermin. High five. Woeps, mijn fout. Dat bedoelde ik niet. Waar zijn ze? Niemand. Dit is mijn kans. Ja. Ik zal kijken of ik via het luik naar buiten kan komen. Kon ik er maar bij? Woeps, er is geen uitweg. Jij! Chill, ik heb dit. Schiet op. Hou op met mij de baas te zijn. Oh, je hebt me boos gemaakt. Woedend eigenlijk. Zus, ik zal je redden. Dat beloof ik. Het is tijd. Laten we aan de slag gaan. Wauw. Recht vooruit. Wat zijn ze aan het plannen? Oh ja, een dodelijke combinatie. Ik ben bijna klaar met de blaster. Ik zit er tot over mijn oren in. Mijn keel doet pijn. Woeps, dat was eigenlijk vergif. Oh man, ik voel me ziek. Wat moet ik doen? Ze zal ons helpen. Kom op. Daar ben ik. Het is bijna voorbij. Hier is het zwembad. Nog 1% te gaan en de overwinning is voor ons. Het is officieel voorbij. Ik ben hier voor mijn zus. Wie is het meisje? Dit is het einde. Ja, we hebben al haar schoonheid. Raak niet zo opgewonden. Josie! Echt niet, ik ben geen opgever. Dat gaat niet werken. Holly, het is voorbij. Je bent veilig. Oh nee, ik moet dit oplossen. Weet je, een zeemermin zijn staat je goed. Trouwens, hoe gaat het in het aquarium? Je zult hiervoor betalen. Laat ons eruit. Het zal nog wel even duren. Ik zal een ontsnappingsplan bedenken. Wat is dit? Wauw. Waar zijn we? Het is zo schattig. Laten we naar binnen gaan. Waarom? Kijk wat ik gevonden heb. Bouwmaterialen. Help me een geheime kamer te bouwen. Alsjeblieft. Waar hebben we deze planken voor nodig? Hier is meer. Ik heb iets belangrijkers te doen. Bijna klaar. Laatste paar planken.
Wow, kijk! Wauw! Geweldig! Welterusten, wakker worden. Wat wil je? Kijk wat we hebben. Goed gedaan, maar we missen iets. Ik weet het, laten we magie gebruiken. Allemaal samen nu. Geweldig! Perfect! Wow. Wakker worden nacht. Laten we gaan kijken hoe het geworden is. Ik vind het mooi. En er is ruimte om te gaan liggen voor een dutje. De nacht kan overal in slaap vallen. Ik heb een matras nodig om te slapen. Wauw! Ik kan er ook één gebruiken. Klaar! Morgen, wil je me helpen met een matras voor de nacht? Natuurlijk! Tillen, ik leg het matras neer. Oeps! Auw, dat doet pijn. Je doet mijn arm pijn. Waarom laat je me niet slapen? Zwijg! Mijn favoriete ochtendtraining-app. Maar waar laat ik het tablet? Dag, ik heb je hulp nodig. Kun je dit vasthouden? Zal ik hier een tijdje zijn? Bedankt, je doet het geweldig. Wow, prachtig. Ik heb deze stof nodig. Wacht even. Wat? Goedemorgen, wat is ze aan het doen? Hey! Heeft ze de stof meegenomen? Ik betaal het later wel. Bedankt voor de hulp. Dag! Ik heb een geweldig idee om de kamer in te richten. Ik ben klaar. Leuk! Ik vind het hier geweldig. Maar we hebben meer licht nodig. Wauw! Mijn ogen! Wie heeft de zon aangezet? Ruil het voor de maan! Hé, ik krijg het koud zonder zonlicht. Ik weet het, ik heb mijn eigen persoonlijke zon. Niemand kan het uitzetten. Wauw! Wat? Ik kan niet slapen. Dit is zo oneerlijk. Suikerspin. Wil je wat? Tuurlijk. Oh, het is pure suiker. Bedankt, maar ik zou niet. Auw. Wat was dat? Wow, geweldige wolken. Ik hou ervan. Ik ga van het uitzicht genieten. Wauw. Prachtig. Maar het mist iets. Wow, een luifel voor $1? En hier is het pakketje. Maar wat is het? Een grap? Het heeft instructies. Gewoon water toevoegen? Oké, ik probeer het. Wow, het werkte! Dit is zo schattig! Het zal nog leuker zijn met lichtjes. Klassieke nacht. Ik zal mijn kamer ook versieren. Ik wil veel bloemen. Wow, geweldig! Wat is die geur? Bloemen! Zijn ze niet prachtig? Hé, hey, waar komt dit gras vandaan? Oeps, dat was een ongelukje. Ik vind het leuk. Verhalen over astronauten zijn zo cool. Wat is dit? Oeps, mijn fout. Auw, nacht, wees voorzichtig. Sorry.
Wow, een echte helm. Precies mijn maat. Wat is dit? De maan recht uit de foto. Het zal geweldig staan aan een muur. De helm staat me goed. Mijn kamer is niet licht genoeg. Ik weet het. Ik maak mijn eigen muurdecoratie. Vlinders zullen de truc doen. Ik heb honger. Je hebt alles verpest. Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling. Wauw, je bent geweldig. Bedankt. Graag gedaan. Tijd om aan mijn ochtendtraining te beginnen. Maar ik mis iets. Ik heb meer trainingsmateriaal nodig. Allereerst zal ik een oefenbal opblazen. Klaar. Nu heb ik mijn eigen sportschool. Meiden, laten we beginnen. Wow, het is zo schattig. Oh, sorry. Dit is een eenpersoon sportschool. We zullen buiten trainen. Ik train in mijn slaap. Wat kan ik nog meer als decoratie gebruiken? Oh, dit krukje. Perfect. Wow. Ik wil dit en dit en dit. Oh ja. En een spiegel. Uh-oh, fout. Onvoldoende middelen? Dat is niet goed. Ik wil deze spiegel. Wow, het is gelukt. Ik ben mooi. Oh nee, ik kan hier niet slapen. Ik heb een nieuw kussen nodig. Oh, ik heb een idee. Ik wil een maanvormig kussen. Kom op. Wow, dit is moeilijk. Poeh, ik zal wat moeite moeten doen. Meiden, help me. Ik moet een maan hebben. 1, 2, 3. Ja, bedankt. Ik ben nu in orde. Dag. Ik ga naar bed. Waar is nacht gebleven? Hallo, iemand? Ik ben zo slaperig. Dat is raar. Wakker worden. Ik ben wakker. Kijk naar de tijd. Je kunt nu niet slapen. Ga naar je kamer. Ik slaap. De nacht kan zelfs een wekker als kussen gebruiken. Ochtendtraining maakt een groot verschil. Meiden, kom met me mee. Schiet op. Nacht, kom je? Dat zal niet werken. Nacht! Ze kan ons niet horen. Laten we zonder haar gaan. Riep iemand mij? Ik denk het niet. Shh. Verrassing, Claire. Ik heb een ziek filmpje gemaakt, zus. Kijk. Ik ben niet gewond geraakt. Alles goed. Kijk. No. Mary. Zus, waarom word je niet wakker? Ik denk dat ik hier een tijdje vastzit. Kan net zo goed een dutje doen. Jee, ik ben eindelijk wakker. Ik voel me een beetje vreemd. Niet erg. Het gaat wel weer over. Wat? Is dit mijn lichaam? Nee. Wie schreeuwt er? Mary, je bent wakker. Ik ben een dokter. Stop, Claire. Er is een wonder gebeurd. Mijn zus is wakker. Bedoel je je comateuze zus? Je verliest je verstand. Hoe is dit mogelijk?
Ik zag het met mijn eigen ogen. Een geest. Shh, Claire, niet schreeuwen. Je moet me helpen mijn lichaam terug te krijgen. Afgesproken? Probeer de ademhalingsmachine aan te zetten. Het werkte niet. Laten we onze amuletten verenigen zoals de laatste keer. Goed idee, het zou moeten werken. Nee. Ik heb een andere manier bedacht. Ik spring terug in mijn lichaam. Oh jongen, maak je klaar lichaam. Mary, waar ben je? Wat? Een winkel? Ik heb boodschappen niet op mijn to-do-lijstje staan vandaag. Doe dat niet. Hey zus, je kunt wel wat spieren gebruiken. Schiet op. Een volle kar 5 minuten voordat we sluiten. Ze kunnen me niet zien. Word ik betaald voor overwerk? Kom op. Wat? Mary, dat plan is mislukt. Wat doen we? Oh mijn god. Van wie is dit? Huh? Een engel in opleiding? Huh? Wat betekent dat? Het lijkt erop dat hij hier is. Oeps, de bocht was een beetje te scherp. Hoi, ik ben Angel. Je herinnert je de laatste keer nog wel. Ik ben een goede engel. Hier is een lijst met goede daden. Als je ze allemaal afmaakt, kan je je ziel weer in je lichaam terugbrengen. Het eerste wat je moet doen, is een meisje redden van pestkoppen. Alles veilig. Niet goed. Niet goed. Dit meisje Mary is zo goed in slecht zijn. Neem afscheid van je tweeling. Ik zal je ziel snel hebben. Ben je aan het gluren? Ga weg. Hey Ben. Hey Miss Loser. Dat is het grote pestkop. Wat ga je doen? Auw. Zag je geen deuropening aankomen? Geweldig. Ga ervoor Mary. Regent het boeken? Help! Wie is er nu een loser? Bedankt, Claire. Je bent zo dapper. Het minste wat ik kon doen. Oh! Eerste taak volbracht. Volgende, de tweede taak. Help een kind. Alles veilig. De tweeling schiet te hulp. Wat is die geur? Angel was hier. Oh, dat ruimt alles op. Mijn speelgoed is gewond. Wie is daar? Waar is de patiënt? Ik ben Claire, een speelgoeddokter. Deze arme jongen is zo weer beter. Kijk eens naar deze gemene duizendpoot. Oké, goed. Mijn fout. We moeten helpen in plaats van dingen erger te maken. Ik zal het maken. Klaar. Laten we het kind niet bang maken. Schatje, je Pikachu is wakker. Kijk, mijn Pikachu. Goed gedaan. Goed voor ons. We hebben het gehaald. We zijn een Dream Team. Oeps, ik zit vast. Iemand, help. 1 seconde en we bevrijden je. Zoals dit. Ik hou je folders vast. Je bent nu van mij. Ik wil niet met Demon meegaan. Ik zoek het wel uit. Laat mijn cliënt los. Rennen, Mary. Ik sta bij je in het krijt, Angel. Dag en veel geluk. Kijk daar eens. Er is niets. Je hebt de opdracht verkeerd begrepen. Stop met schreeuwen tegen me. Het gekke meisje is in de winkel. Niet weer tijdens mijn dienst. We vragen het aan de verkoopster. Pardon, heeft u honden te koop? Ha, een hond. Zeker. Hier is een geweldige pup. We hebben een echte hond nodig. Natuurlijk, wacht even. Kijk, het ziet er super realistisch uit. Rennen, Hachiko. Hé, koop me. Nee, niet jouw ding.
Oh, we hebben een kleine pup nodig. Nee. Huh? Een andere? Hoe zit het met hondenvoer? Nee. In dat geval weet ik niet hoe ik je kan helpen. Oh, moet je naar een dierenwinkel gaan? Dat zou kunnen werken. Hier is de dierenwinkel. Kom op. Hallo, we moeten een echte hond kopen. We zijn al gesloten. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Niets waar ik u mee kan helpen. Wat is er? Wil je deze schattige hond adopteren? Hij is gratis. Kijk, hij vindt je al leuk. Ja, afgesproken. Je bent de beste harige vriend ooit. Alles wat ik wil is een hond. Oh, wie droomt er van een hond? Je mag hem hebben. Niet zo snel. Dat heb ik niet besteld. Je ziel zal van mij zijn. Niemand kan mijn slechte plan stoppen. Fluffy, kom naar me toe. Je bent mijn lieve kleine baby. Ik ben je nieuwe moeder. Wat? Missie voltooid? Nee, nee, nee. Oh, snap. Wat is er met me aan de hand? Mijn zus. Bedankt voor het cadeau. Graag gedaan. Mary, wat moet ik nu doen? Ik heb gefaald. Je hebt alle taken volbracht. En ik ben gepromoveerd. Wat betekent dat ik dit kan doen? Wat is er mis met mij? Ze is wakker. Oh, Angel. Mary, je bent wakker geworden. Ik ben zo blij. Ik draag een gouden jurk. Hé, die jurk is van mij. Wat? Nee, hij is van mij. Echt niet? Geef hem terug. Geef jij hem maar terug. Claire, zus. Je jurk stond je altijd beter. Kom alsjeblieft bij me terug. Ik laat de jurk hier. Tot ziens. Maria, waar ben ik? Waarom ben ik hier? Lig ik in coma of zo? Dus ik ben een geest. Ik moet wakker worden. Boe! Het is niet genoeg. Ik weet het. Kietelen is een verboden beweging. Sta op. Dit zal me zeker op de been krijgen. Nee, dit is te veel. Het werkte niet. Oké. Ik zal proberen terug in mijn lichaam te komen. Hopelijk lukt het deze keer wel. 1, 2, 3. Dit was niet het beste plan. Alle indicatoren zijn in orde. Uw zus is gezond, maar ze wil gewoon niet wakker worden. Zus, ik ben er. Kunt u mij horen? Hoe deed ik dat? Ik ben hier. Het bezoekuur is voorbij. U moet weg. Maak je geen zorgen, ik kan het uitleggen. Wie ben jij? Ik ben een engel. Hier is mijn idee. Waar heb je het over? Ik leid zielen naar de hemel. Oh nee, laten we elkaars hand vasthouden en opstijgen naar de goede plek. Vergeet het maar. Het is te vroeg voor mij om deze wereld te verlaten. Waar ga je heen? Ze is toch weggelopen? Dingen zijn anders als zus weg is. Films zijn niet zo spannend. Popcorn smaakt niet goed. Mary, ik ben hier. Verloren zaak. Mary, kijk hier. Ik ben het, zus. Ik blokkeer je zicht. Ze kan me niet zien. Ik heb iets anders nodig. Oh, ik weet het. Ik kan macht beheersen. Maria, kun je dit zien? Wat is er mis met de lamp? Dat is raar. Ik snap het. Ben je echt? Ik heb geen sap meer. Nu al. Er is nog wel popcorn. Popcorn. Wacht even. Waar is al de popcorn gebleven? Wat? Het is Claire. Ik ben hier.
kun je me zien? Een spook? Spreek je later. Je bent terug. We moeten gaan. Nee, ik blijf hier bij mijn zus. Lekker. Laat me met rust. Geen goal. Auw. Ik voel me niet goed. Dat is beter. Ze is weer weggelopen. Wat was dat? Dat had ik kunnen dromen. School? Dat lijkt op een aanwijzing. Hé, waar ga je naartoe? Oh, waar is je hoed? En de boeken vielen. Stop er alsjeblieft mee. Oh, wat is er? Kijk omhoog, jongens. Dat had je eraan. Was het ziek? Oh ja, ik ben je iets verschuldigd, zus. De verliezers kunnen een pauze nemen. Oeps. Waarom ben je niet in de klas? We doen een test. Oh jongen, ik ben helemaal niet voorbereid. Wat moet ik doen? Houd het hoofd koel. Ik zal je helpen. Bedankt, Claire. Waag het niet om vals te spelen. Ik hou je in de gaten als een havik. Je doet het geweldig. Ja, het is erg leuk. Je tijd begint nu. Ik ben je buskill leraar. Dat is hilarisch. Mary, is dit een bril? Gewoon dingen zien. Wat is er met je aan de hand? Niets. Hier zijn de sleutels. De eerste is A, B. Laat me kopiëren. Wat is dit? De antwoorden komen vanzelf. Het is krankzinnig. Het maakt niet uit of ze gelijk hebben. Dat is het. Doei. De tijd is om. Lever je papier in. Wow, uitstekend. Bedankt. Grote inspanning, Mary. Wat is dit? Wie schreef de antwoorden op het bord? De les is voorbij. Mary, kun je je voorstellen hoeveel we kunnen doen? Niemand behalve jij kan mij zien. Denk aan alle kansen die we... Mary? Heb je eigenlijk een fotoshoot geregeld? Hoe ziet mijn outfit eruit? Mary, we moeten gaan. Wauw, heb ik dat gedaan? Plaats het nu allemaal terug. Prima. Wow, ik vind het leuk. Laten we doorgaan. Oké. Eindelijk. Oh nee, Claire, je wordt doorzichtig. Nee, dat vind ik niet leuk. Waarom gebeurt dit? Ik weet het niet. We kraken het toch. Stop. Je gaat met mij mee. Ik? Niet jij. Zij. Het is tijd. Laten we vliegen. Geef ons alsjeblieft een kans om Claire terug te krijgen. Prima. 2 uur. Dat is het. Hij verdween. De tijd tikt door. Hoe ga ik terug naar mijn lichaam? Moet even aan iets anders denken.